Ja, dat wordt steeds burgerlijker, moet ik eerlijk bekennen. Ik ben echt heel blij als ik in het weekend in de tuin kan werken. Dat is echt even mijn therapeutische momentje, dat ik nergens over hoef na te denken. Gewoon lekker met mijn handen bezig ben. Ik vind het ook fijn om buiten te zijn. En als ik dan op zaterdagochtend de puigen in de tuin heb gewerkt, dan kan ik er ook weer tegenaan. En dan ben ik overigens ook wel heel blij als ik op zaterdagavond even met vrienden de kroeg in kan. Ik ben een hele fanatieke hardloper en crossfitter. Ik probeer echt 4 keer in de week te sporten om dit beroep ook vol te houden. Maar ik ben wel echt van de leg day. We zien natuurlijk dat echt superveel Nederlanders enorme hoge energierekeningen moeten betalen. En daarom hebben we vanaf 2023 een heel groot koopkrachtpakket, zodat mensen echt in hun portemonnee meer geld overhouden. Maar we willen ook dat niemand in de kou zit deze winter. En daarom zorgen we ervoor dat niemand wordt afgesloten omdat hij zijn energierekening niet kan betalen. En helpen we mensen ook om veel sneller hun huis te verduurzamen. Want betere isolatie is uiteindelijk de manier om je energierekening ook blijvend naar beneden te krijgen. Nou, we hebben natuurlijk als Nederland een hele grote inhaalslag te maken. Maar wat echt super gaaf is, is dat Nederland dit jaar een soort van Europees kampioen is met zonne-energie. Steeds meer Nederlanders natuurlijk ook zonnepanelen installeren. En we zijn zelf bezig om op de Noordzee echt onwijs veel extra windparken te bouwen. Waardoor de Noordzee eigenlijk de elektriciteitscentrale van heel Noordwest-Europa wordt. Dus ja, waar Nederland lang onderaan bungelde, zijn we nu steeds meer een voorbeeldland aan het worden. Dat geldt dus voor duurzame energie, maar ook voor energiebesparing, waar Nederland echt voorop loopt. Nou, ik ben altijd heel blij als ik na een hele drukke week in Den Haag weer over de Waalbrug rijd. Die prachtige binnenstad van Nijmegen zie liggen. En voor mij is dat echt de plek om thuis te komen, weer leuke dingen met vrienden te doen. Lekker te sporten en te bewegen in het mooie groen rondom Nijmegen. En ja, die gemoedelijkheid daar, die mis ik toch soms ook wel een beetje in Den Haag. Ja, ik heb dit jaar 2 weken vakantie gehad en dat viel precies in de Pride Week. Ik ben dit keer op een andere boot gegaan, want mijn vakantie was even lekker zeilen in Kroatië. Maar volgend jaar hoop ik weer in mijn roze pak van de partij te zijn. Ik zit in de ministerraad, een beetje aan het hoofd van de tafel tussen Hugo de Jonge en Christiane van der Wal in. We noemen ons het fysieke hoekje omdat we met z'n drieën bezig zijn om Nederland te verbouwen, meer woningen, de natuur beter beschermen en zorgen voor het klimaat. En wij zijn denk ik wel een beetje de recalcitrante drie ook. Ik moet zeggen, het is heel fijn om tussen hun in te zitten en ook heel veel met hen samen te werken. Nou ja, op een gegeven moment hebben we natuurlijk die formatie heeft zo bizar lang geduurd. Maar dan heb je ook zoveel uren met elkaar doorgebracht dat je bijna elkaar zinnen gaat aanvullen. Heel eerlijk, Sigrid en ik bellen elkaar af en toe ook gewoon om gewoon weer even dat gevoel weer terug te halen. Ministerschap is een van de mooiste beroepen die er is. Maar het is ook soms wel een beetje eenzaam buffelen. En dan is het heel erg fijn dat je fijne collega's naast je hebt. Nou, ik word sowieso het allerblijst als ik op werkbezoek mag bij mbo's en hbo's en universiteiten. Al die studenten en studententeams die echt de oplossingen voor het klimaatprobleem aan het maken zijn met elkaar. Maar het meest memorabel is misschien toch een bezoek aan een windpark op de Noordzee. Waarbij we dachten dat we wel door een storm heen konden om het windpark te bereiken. Met metershoge golven en uiteindelijk rechtsomkeer moesten maken met iedereen ziek op de boot. Maar gelukkig was het NOS-journaal erbij, dus we hebben wel hele mooie beelden van de minister die zeiknat wordt van de golven op de Noordzee. Ja.